Ron Jans schroot zijn boekje vol tijdens de wedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. De oefenmaster had een hek, oorgeende op deze oefenwedstrijd, nog een soort werk te doen. Want de doelstelling om sjen te litten dat Jereveen een niveautje heger speelt als de Eagles, nee, dat komt er op het veld absoluut net uit. Qua instelling zijn we daar wel in geslaagd. Qua tactische organisatie hebben we vooruitgang geboekt. Maar qua resultaat en qua spel vind ik dat het verschil tussen Go Ahead en Heerenveen op dit moment te klein was. Ron Jans is net tevreden. En ook Geert Arend Roorda is dat net. Zou dat blijken als wij de middenvelder de vraag stellen of hij ook positieve dingen zien heeft in deze wedstrijd? Ja, dat was net zo heel goed, vond ik. Het, de positieve dingen? Ja, er binnen heel veel positieve dingen. We hebben wat doelpunten maken. En ik denk dat we in omschakeling wel gevaarlijk winnen. Maar verder binnen heel veel punten wat verbeterd met. Ja, wat maakt het beter? Ja, ik denk als Jos naar de druk zet, dan wordt het volle beter. En, we willen op een gegeven moment willen we gewoon fut spelen toch, totdat ze man extra creëren. En, ja, totdat ik het linies gewoon vier te kost. En dat mij natuurlijk nooit. Zeker net dat we het in een betere tegenstand spelen, want dan krijg je het helemaal moeilijk. Nee, drie oefenpotjes, tegen de amateurs, die het alle drie woen waren met een doelsaldo van 41 doelpunten voor en 0 doelpunten tegen, is de wedstrijd tegen de Eagles een eerste echte testcase. En dat je dan na zo'n minuten met 1-0 achterkomen, toch een knap doelpunt van Vogelsang. De hierling van FC Twente kopt de vastzet van Pedro knap achter van de bussen. Tja, dat is dan toch even schrikken. Maar het is warm en wat dat onbelangrijk is het logisch dat de wedstrijd in Moorspielers in het plakje heten. En wat ook logisch is, is dat er extra drinkpauzes inlast worden. Van Jans ideaal om extra omwiezings te Jan, want Jereveen kan absoluut net imponeren. Daarom een jaloeren, kunnen we pas het eerste echte gevaar van Jereveen noteren en dan is het wel gelijk raak. Prima doelpunt van Roy Berends. Op het middenveld speelt Jereveen in de eerste helte met Victor Elm en Mika Weirinen aan de zijkanten en Geert Arend Roorda in een soort van controlerende rol. Na lang blessure leed, maakt het er dit seizoen dan eindelijk uitkomen bij de lange middenvelder. Ja, dat zei ik vorig jaar ook, dat het mijn seizoen moest worden en dat is het uiteindelijk ook net winnen. Dus dat soort dingen, dat ik me net meer roeit en ik zie wel wat het komt. Ik moet gewoon zwaaien dat ik fit blow en dat ik een hoop van dit soort wedstrijden in mijn fun krijg. En dan, moet ik me laten zien dat ik in eerste halve. Ja. Maar als je als trainer een voetballende ploeg gaat rollen en een opbouw van achteruit, dan zou ik altijd Geert aan het roeren opstellen. Nou ja, misschien is dat mijn trainer weer dan. In de tweede helft brengt Ron Jans zo'n nieuwe gezichten. Hij speelt ook in een oren formage. Steeds maar de oranje variant met Philip Haaklund en Christian Grindheim in de rol van Bommel en De Jong. Drie man daarvoor, El Yunusi, Juricic en Berends en Michael Papadopoulos in de punt van de onval. En Jereveen krijgt in die beginfase van de tweede helft ook wel wat mogelijkheden. Hier krijgt Roy Berends zijn voet net achter de vastzet van Papadopoulos, maar 4 minuten later is het wel raak. Juricic krijgt de bal van Roy Berends en diezelfde Juricic maakt het heel fraai oor. In de eerste helft wie het Jans opvallen dat er net een soort coach waard in het veld. En dat is in de tweede helft onderhorend door de komst van Christian Bak Nielsen Oors. Maar de Deen had Jereveen vol een speler die een soort praat in het veld. Een man die stuurt en onwijzing jouwt. Een echt leiderstype. En dat wie ik Ron Jans net omging. Ja, dan wil ik bij deze wel een compliment uitdelen aan Bak Nielsen. Die de tweede helft heel duidelijk aanwezig was in de coaching. En daarin was de samenwerking gewoon veel en veel beter. Waardoor Go Ahead eigenlijk meer de lange bal moest gaan hanteren of terugspelen op de keeper. In plaats van via het middenveld te voetballen. Dus en dat zijn dingen, daar kun je dan op wijzen. Want daar mag je niet afhankelijk zijn van één speler die het oppakt. Ook in de tweede helft krijgt Jereveen op een nij een doelpuntje in. Het is invaller Janota die het samar eigenheidsje het mij van de bussen. En de invaller van de Go Ahead Eagles faalt net. Het is de 2-2. Oer een lietse mannen, dan begint voor Jereveen de competitie, maar de thuiswedstrijdje in PSV. Toch had Ron Jans nog net zijn basisteam in de holle. Eén ding is duidelijk, het is dringend geblazen. Litten we alleen gezien naar de laatste linie. Maar El Akshoui en Arnold Kruiswijk binden 2 versterkings bij Kaam. En het is toch een logische veronderstelling dat zij vol spelen zullen. Op Rioch speelt het normaal sprutsen Derald Janmaat. En dan is er nog maar één plakje te Fian. Ek Bak Nielsen realiseert hem dat het knokken is om een basisplak. Al zei hij dat hij hem daar nog net drok maakt. De eerste 2 weken in de training en de trainer. Wat zegt je gevoel? Ja, de gevoel zegt dat ik moet in de basis staan, natuurlijk. Ik denk alle spelers willen in de basis, zo dat is mijn gevoel. De spelers die worden aangetrokken, dus die zullen wel spelen. Nee, de beste. Vaak is dat zo.
Vaak is dat zo. Ja, de kans is aanwezig. Maar het wil niet zeggen dat iedereen die wordt aangetrokken automatisch ook maar gaat spelen. Want wij moeten toch kijken naar wat het beste team is. En niet wie er is aangekocht en wie er al was. Maar als spelers helder worden, dan missen vaak bepaalde kwaliteiten die het team mist. Dat het team daar behoefte aan heeft. Dus kun je concluderen dat het vaak spelers binnen. Nou ja, die kun je dan vast wel invullen als in het basisteam. Ja. Ja, ik ben niet jouw puzzelboek om op te zoeken wat jij nog graag wil weten. Dus we zullen afwachten. Wat je wel terecht constateert is dat we hebben keuzemogelijkheden. Ja, wie gaan er spelen, wie gaan er niet spelen? Dat is toch voor jou ook belangrijk? Ja, dat is altijd belangrijk. Maar ik denk alle wil spelen en de trainer moet beslissen. En ik niet. Ja, de VN slag het er trouwens net in om de wedstrijdje in de Eagles winnend oor te sluiten. Want in de blessuretijd shit Roy Berends de bal op een lotte. Jans pakt zijn boekje er maar weer eens bij, want de oud squalmaster had nog een soort huiswerk te doen.